De meeste Europese dierenverhalen uit de middeleeuwen hebben veel weg van de stripverhalen of de tekenfilms van vandaag. De plot mag allerlei onverwachte en onlogische elementen bevatten, als het maar spannend of grappig is. En de personages keren op het einde van het verhaal veelal terug naar hun beginsituatie waardoor probleemloos een nieuw avontuur kan beginnen. Op die Europese traditie van simpele dierenverhalen vormt Van den Vos Reinaarde echter een uitzondering. Het verhaal heeft een heel coherente plot en is in dat opzicht erg modern, wat waarschijnlijk een van de redenen is waarom het verhaal zo populair geworden is. Het verhaal begint... Met een hofdag, die koning Nobel de leeuw bij hen heeft laten roepen. Alle dieren zijn gekomen, behalve de vos Reinaard. Er worden klachten tegen Reinaard ingediend door Isegrien de Wolf, Courtois de Hond en Panzer de Bever, namens Kuwaard de Haas. Grimbeert de Das, een neef van Reinaard, verdedigt zijn oom. En lijkt succes te hebben. Maar dan komt de lijkstoet van Koppe de hen aan het hof. Ze is net door Reinaard vermoord. Zijn slechtheid is nu voor iedereen duidelijk. Er worden drie dieren uitgestuurd om Reinaard te dagvaarden. De eerste twee dagers, Brun de Beer en beert de Kater. Weet hij in een val te lokken door hun hebzucht te bespelen, waarna ze door mensen worden mishandeld en gewond naar het Hof terugkeren. Met de derde dager, Grimbeert, gaat Reinaard wel mee naar het Hof. Onderweg biegt hij tegen zijn neef allerlei misdaden op, maar aan het Hof beweert hij natuurlijk volstrekt onschuldig te zijn. Er volgt een proces en Reinaard wordt ter dood veroordeeld. Dan vraagt hij de koning of hij een openbare biecht mag spreken. Dat mag, en Reinaard vertelt dat hij vroeger goed was, maar door zijn omgang met Isegrin geleidelijk op het slechte pad kwam. Reinaard klaagt dat de Wolf zich telkens weer de buit van een rooftochten toe-eigent, waardoor hij steeds met lege handen achterblijft. Hij en zijn gezin zouden zeker van honger gestorven zijn, als ze de schat niet gehad hadden. Koning Nobel en zijn echtgenoten zijn erg geïnteresseerd in die mysterieuze schat. Reinaard vertelt dat zijn vader die gevonden had. En hem wilde gebruiken om samen met Isigrin, Bruun, Tibert en Grimbeert een samenzwering tegen Nobel op touw te zetten. En Bruun de Beer tot koning te kronen. Reinaard wilde dat niet en heeft daarom de schat van zijn vader gestolen. Hij heeft dus eigenlijk de koning gered. En die veroordeelt hem nu ter dood. De koning en de koningin nemen Reinaard apart. In ruil voor vrijspraak belooft Reynard het koningspaar de schat te bezorgen. Om te voorkomen dat hij mee moet naar de bewaarplaats van de schat, die natuurlijk niet bestaat, zegt hij dat hij in de ban gedaan is door de kerk. Hij moet onmiddellijk naar Rome. En daarna op pelgrimstocht naar het heilig land. Hij vraagt een pelgrimstas, gemaakt uit de huid van de beer en twee schoenen van de vacht van de wolf en de wolvin. En hij krijgt die ook. Met vleierij weet hij Belinde Ram en Kuwaart de Haas mee te krijgen naar zijn hol. Terwijl hij Belien buiten laat wachten, neemt Reinaard Kuwaert mee naar binnen en vreet hem samen met zijn vrouw en kinderen op. De kop van de haas stopt Reinaard in de pelgrimstas en hij vraagt Belien de tas naar de koning te brengen. Hij maakt hem wijs dat er brieven aan de koning in zitten. Hele mooie brieven. Belien mag gerust zeggen dat hij ze zelf heeft geschreven. Dan zal iedereen hem bewonderen. Belien gaat terug naar het Hof, terwijl het Vossengezin het Rijk van Koning Nobel verlaat. Aan het Hof komt de kop van de haas uit de tas en de koning beseft dat hij bedrogen is. Op advies van Virapeel, de luipaard. Stelt nobel voor dat de mishandelde wolf en de beer vrij mogen beschikken over Belien en zijn nageslacht. Reinaard zelf wordt vogelvrij verklaard. Alle andere dieren mogen nu jacht op hem maken. Het aanbod wordt aangenomen en de hoofddieren maken paais van alle dingen. Er is nu wel paais, oftewel. Vrede, maar Reinaard is met de Noorderzon vertrokken en de rammen en de schapen zijn opgeofferd. Hoe dit slot precies geïnterpreteerd moet worden, daarover verschillen de onderzoekers van mening. Maar één ding is duidelijk: Nobels hof kan nooit meer hetzelfde zijn en na zo'n einde kan niet zomaar. Een nieuw verhaal beginnen. Al deze gebeurtenissen zijn gerelateerd aan de rechtspraak. Het verhaal komt op gang door aanklachten tegen Reinaard. Het vertelt hoe hij naar het Hof wordt gehaald en wordt veroordeeld. Opvallend genoeg wordt het eigenlijke proces afgehandeld in slechts twintig regels en zegt de auteur dat het vermoeid zou zijn als hij daar meer aandacht aan zou besteden. Van den Vosrijnaarde is dus geen verhaal over een proces, maar een verhaal waarin een proces de achtergrond vormt voor de eigenlijke thema's. Dat neemt niet weg dat de auteur heel elegant juridische elementen in zijn verhaal verwerkt om bepaalde zaken... Indirect duidelijk te maken. Een mooi voorbeeld daarvan is het gedrag van de koning. In het begin van het verhaal onderneemt Nobel niets zonder met zijn baronnen te overleggen. Hij krijgt een advies en hij voert dat uit. Dit patroon is zichtbaar tot wanneer Reinaard over de schat begint. Dan nemen de koning en de koningin reinhard apart en beginnen met hem te onderhandelen en vanaf dat moment handelt de koning op eigen houtje en vanuit egoïstische motieven en loopt alles mis aan het hof de drie dagingen door bruun tibeert en grimbeert geven structuur aan het hele verhaal en zijn een mooie kapstok om het centrale thema zichtbaar te maken Reinaard's verbale listen. Er is namelijk een patroon waarneembaar in vrijwel alle ontmoetingen van Reinaard met de hoofddieren. De vos gedraagt zich in eerste instantie altijd vriendelijk en behulpzaam, maar slaagt er met zijn listige woorden steeds in de hebzucht van het betrokken hoofddier op te wekken. Wat telkens leidt tot zijn ondergang. Dit patroon blijft interessant, want er wordt op gevarieerd. Brun de Beer hoeft maar het woord honing te horen. Of hij is al het andere vergeten. En Tiber de Kater is veel wantrouwiger en trapt in eerste instantie niet in de val. Er is een minachtende opmerking van reinaard over zijn lafheid nodig om de kater... In de val te lokken. Het overtuigen van het koningspaar neemt zelfs nog meer tijd in beslag, en de koningin is eerder overtuigd dan de koning. Daarnaast wordt het patroon op steeds verschillende manieren aan het publiek gepresenteerd. Bij de aanklachten vertelt Kante de Haan hoe Reinaard hem met een valse garantie van veiligheid misleidde. En er zo in slaagde zijn familie grotendeels uit te roeien. Het publiek luistert binnen de verhaalwerkelijkheid met de hoofddieren mee naar het slachtoffer. De verteller leidt de toehoorders daarna door de drie dagingen. Van buiten de verhaalwerkelijkheid laat hij hen zien wat er gebeurt, en hij maakt ze af en toe attent op het verschil. Tussen Reinaard's schone schijn en zijn werkelijke bedoelingen. In zijn Biecht tegen Grimbeert vertelt de dader zelf over twee van zijn listen tegen Isegrin. En het publiek luistert opnieuw mee binnen de verhaalwerkelijkheid. En als Reinaard eenmaal aan het hof is, wordt het geconfronteerd met twee listen tegelijkertijd. Het hoort hoe Reinaard vertelt. Over zijn list om de vermeende samenzwering tegen Nobel onschadelijk te maken. En beseft door zijn voorkennis dat dit relaas tegelijkertijd ook een list is om de hofdieren te misleiden en zelf aan het doodvonnis te ontkomen. Het verhaal blijft dus spannend. Niet zozeer omdat je niet weet wat er zal gebeuren, maar omdat je je afvraagt hoe de onvermijdelijke uitkomst deze keer tot stand zal komen.